Zo, we gaan heel spontaan op bezoek bij Leen. Leen bouwt met leem. Ja, en erg experimenteel, zo hoorden we. Dus we gaan het zien. We zijn vanochtend een beetje onverwacht aangekomen op in deze bouwput. We worden verwelkomd door Leen. Wat ben jij hier aan het doen? Ik ben een eco-art construction aan het maken. Met het materiaal dat ik hier kan vinden, zoveel mogelijk. En met recyclagemateriaal. En het is een huisje voor mij voor de winter, omdat ons grote huis verbrand is in de oktobervuren. Hier zitten we op de oorspronkelijke berg. Het zwarte is de oorspronkelijke berg en dit is het materiaal die de machine uitgegraven heeft. Dus het was gewoon een berg met oorspronkelijk een dennenbos erop. Dennen waren verbrand, dus ik dacht dit is een goede plaats. We hebben ook heel mooi zicht in het westen. Hier wil ik mijn huis bouwen. Waarom een huis van natuurlijk materiaal, niet gewoon lekker simpel bakstenen? Omdat ik hier een paar caravans had staan en ik heb gezien wat er van overblijft na het vuur. En dat is gewoon verschrikkelijk. Zo'n vieze aluminium verbrande plastic. Dus al het plastic dat verbrand is, dat is de lucht ingevlogen. En dat is neergekomen in Porto, daar regende het zwaar de volgende dag. Dus ik heb zoiets van, ik wil mijn eco-footprint zo klein mogelijk houden. En ik hou ook van de energie van dit materiaal. Die wol die maakt eigenlijk dat die muren loskomen van elkaar. Die wol die gaat wel helemaal tussen die twee lagen. Het is de bedoeling om de thermische massa die ik niet te dik wou, want ik wou geen hele dikke muren bouwen, te verkleinen. Hè? Dus zodat ik geen condensatie krijg aan de binnenmuur. Experiment. Kom van de winter maar eens kijken. Mijn eerste volunteer was heel enthousiast begonnen aan de fundering en dat vond hij nog wel allemaal goed, maar toen zijn we beginnen bouwen. En dat was dus een experiment. We zijn beginnen bouwen zoals we de stoof gebouwd hebben met bollen. Maar dat ging zo traag vooruit. Dus die had zoiets, dit is een project dat nog 20 jaar gaat duren. En dan heb ik dus die andere ramped earth techniek opgezocht op YouTube. En heb ik gezien dus dat ze in India zo werken met die blokken. We gaan nu de bekisting eraf halen. Dus dat kan omdat het leem is. Met cement moet je wachten tot de cement droog is. Maar met leem, of zeker met ramped earth, een keer dat het gestampt is, kan het direct losgemaakt worden. Dus dat gaan we nu doen. Wauw, het is wel leuk om te zien dit. Waarom zit jij ineens op het toilet hier? Elke constructiesite heeft een toilet nodig. En we gaan kijken naar de reciprocal roof. Die is heel sterk. Die is gewoon met prullen takjes gemaakt van de afgebrande bos. En ik kan er aan gaan hangen en dat beweegt niet. Ik ga die ook op mijn grote constructie gebruiken, maar dan met dikke, rechte, mooie palen die mooi afgewerkt zijn. De laatste paal ondersteunt de eerste paal. En hoe steiler je het dak maakt, hoe kleiner het gat. Gelijk een tipie. En hoe platter het wordt, hoe groter het gat in het midden wordt. Dus nu hebben ze net een dun laagje op de wol gelegd van de buitenkant. En dan gaan we de wol weer omdraaien. En die komt er bovenop. En dan gaan we die weer opvullen. En dan gaan we zo kloppen. Zo hard als je kan. Dus bij zo'n eerste stukje natuurlijk hartstikke leuk. Maar één zo'n bak is 4 uur. Powertraining, hè? Nou, je hoeft niet meer naar een fitnesscentrum als je zelf natuurlijk bouwt. Sowieso, als je een boerderij hebt, dan hoef je geen fitnesscentrum te hebben. Nee, dat weet ik heel goed van vroeger. Learning by doing. Oscar, ik geloof dat wij veel vrijwilligers moeten leren kennen als we dit soort dingen gaan doen. Ja, je bent hier je vloer aan het nat sprayen. Ja. Waarom is dat belangrijk om dat te blijven doen? Omdat die anders poeierig wordt. Eigenlijk wat ze normaal doen met die leme vloer is de leem eerst mengen met water. Maar dit was dus een experiment. Doen gewoon het juiste materiaal, de juiste mixer op. En door erover te lopen, door te werken, werd die zo hard als beton. Dus dacht ik, hé, dat is wel goed, dan moeten we niks doen. Dus ik heb er als isolatie ook een laag wol overheen gelegd en dan terug de aarde erbovenop. We gaan volgende week vrijdag een trendsfeestje houden en dan gaan we hier, gaat mijn dochter vrienden uitnodigen en dan gaan we hier een trendsparty doen voor de vloer goed aan te stampen. Zo, daar hebben we Oscar ineens in beeld. Oscar gaat ook even stampen. Laten zien dat hij ook een stoere man is. Maak je eens boos, jongen. Dan gaat het ineens nog een heel stuk verder naar beneden.
Oscar, wat heb je daar voor hoogtechnologische tool in je handen? Ja, dit is dus een klopper 2.0. Speciaal vervaardigd uit unieke boombast. Oké. Achter ons zet het kleien zich voort en nu heb je gezien hoe leuk of dat is. Ja, wij hopen dat zelf misschien in de toekomst ook wel ergens te gaan doen. Zie jij jezelf zoiets doen? Hoe ziet jouw droomhuis eruit? Laat het ons weten in de comments hieronder. En dan kan je meteen even op like drukken als je daar toch bezig bent. Wij trekken nu verder naar de volgende experimentele of inspirerende plek. En we hopen dat jij lekker je computer dicht gaat doen om naar buiten te gaan. Tot een volgende keer! Doei!